Zoveel mogelijk afgezonderd van de buitenwereld maakt Kjeld Nuis zich op voor de Olympische Winterspelen in Peking. Onze sporters moeten natuurlijk uitkijken voor die Omicron-variant, want een besmetting kan een abrupt einde betekenen van de Olympische droom. We hebben met Kjeld Nuis contact nu. Fijn dat we je kunnen spreken. Eerst natuurlijk willen we weten, je viel bij de 500 meter uit op de NK Sprint met die pijnscheut, binnenkant van de bovenbeen. Hoe is het nu daarmee? Ja, op zich wel goed. Vrij snel na de rit ben ik eerst gaan behandelen met de fysio en daarna lekker uitgefietst. Met een zak ijs aan de binnenkant van mijn been. Het was gewoon een gewone, ik heb die spier wel verrekt. Alleen, hij is alleen drukgevoelig. Dus als je met je duim of je hand op de binnenkant van het been drukt, dan doet het zeer. Maar ik kan hem wel gewoon bewegen. Ik kan hem rekken en ik kan... De schaatsbeweging kan ik gewoon nog steeds doen. Okay. Ik heb gisteren een dagje rust gehad. Vandaag ga ik lekker fietsen. En vanaf morgen pak ik de trainingen weer op. En liep het met een sisser af, gelukkig. Ja, dat is hartstikke goed om te horen. Natuurlijk 4 jaar geleden op de Winterspelen 1000 en 1500 meter. Nu wil je natuurlijk graag op de 1500 meter je Olympische titel gaan verdedigen. En dan zit je tegelijkertijd in een situatie waarbij vele tienduizenden besmettingen door het hele land heen razen met de Omicron. Hoe ga je daarmee om? Proberen zoveel mogelijk waar ik kan op te passen. En wij zitten, sommige van ons die zitten in een hotel, sommige niet. Mijn vriendin Joy Beunen, die zat in het hotel de hele week, omdat zij het NK Allround reed. Ja. Dus die zat met haar schaatsteam zat zij in het hotel. Dus ik zat eigenlijk lekker thuis, om het zo maar te zeggen. Dus ik was gewoon alleen. Ik had eten thuis. Dus ik was gewoon op mezelf aangewezen en ik heb daar me voorbereid op het NK Sprint. Veel mensen zie ik eigenlijk niet. Ik hoef niet naar de supermarkt voor mijn eten en voor de rest is het naar Tialf heen en weer. Dus ja, dan kom je wel zo min mogelijk in gevaar. Maar je gaat niet naar de supermarkt voor je eten? Dat wordt dus gebracht door... Ja, ik heb Foodmaker, gewoon mijn eigen eten. En die levert het hele jaar over mijn eten. Dat zijn gewoon verse maaltijden. En wekelijks wordt dat bij mij geleverd. Dus dat is echt super fijn. Hoef ik ook niet. Het is ten eerste gewoon super gezond. En ten tweede is het even opbakken of weet ik veel wat, even opwarmen. Of het zijn koude gerechten. Het is gewoon lekker en makkelijk. Nou, heb je dat ook even mooi kunnen aanstippen in elk geval. Maar je moet er toch niet aan denken, Kjeld, dat je net de verkeerde deurklink pakt. Dat je net in een ruimte komt waar dan later corona blijkt te heersen. Is dat iets wat wel de hele tijd door je hoofd gaat? Nou, niet de hele tijd hoor. Tuurlijk is het zo, maar weet je wat het is? Wij zijn als topsporter gewoon ook wel gewend om zo te leven. En elke winter is het weer raak met de griep. Daar hoor je nu in één keer niks meer van. Nee. Terwijl dat is net zo gevaarlijk. En dat kan ook heel veel roet in het eten gooien. En wij zijn gewoon gewend om je handen te wassen voordat je gaat eten. Of drukte te mijden. Dus het is niet anders dan andere jaren. Nee, precies. En Jax, je zoontje kan je ook gewoon, die zie je ook gewoon, hè? Ja, vorig weekend voor het laatst. Ik ga vanavond wel even langs om even gedachten te zeggen. Maar dan blijf ik gewoon buiten. Lopen we even een rondje en dan wordt het niet naar binnen en niet knuffelen, niet op bed leggen. Maar goed, dat is dan maar zo. Ja. Dat vind ik wel het allermoeilijkste, moet ik zeggen. Alleen, ja, dat hoor je overal. Weet je, met kinderen en met scholen nu weer open, is dat gewoon het gevaarlijkste. En ik heb ook een teamgenootje, Hein Otterspeer, die heeft hetzelfde. En die zit in het hotel. Ja, dat is gewoon, dat is het allergevaarlijkste, maar daarbij ook het allermoeilijkste. Nou, als we het over het gevaarlijkste hebben, want kijk, je vecht lijkt aan de ene kant natuurlijk terecht met de griep, denk ik, dat je daar ook als sporter op moet letten. Aan de andere kant zijn er natuurlijk allemaal strengere regels die we misschien voor de Omicron-crisis niet hadden. Nou waren bij de zomerspelen daar ook vermoedelijk besmettingen gekomen in het vliegtuig naar Tokio toe. We hebben ook de verhalen van gelezen wat dat met die sporters heeft gedaan, dat ze afgezonderd werden van de rest. Hoe wordt dat gewaarborgd, dat die vlucht naar Peking, want die is woensdag volgens mij, hè? Ja. Dat die veilig gaat? Nou, daar heb ik net het protocol voor gehad en wees maar niet bang, daar gaat niks gebeuren. Nee, vertel eens. Wij gaan ten eerste komen wij niet eens in de vertrekhal op Schiphol. Wij komen op een speciale manier komen wij in het vliegtuig. Dus wij gaan niet eens normaal in de incheckbalie. We komen niet bij andere mensen. Nee. En waar ik dan gedropt word of gebracht word, dan moeten we meteen een test doen en wachten in die ruimte. En als die negatief is, dan mag je door. En dan kom je eigenlijk met alle Olympische atleten kom je in een ruimte en wacht je op je vlucht.
Ja. Dus wij zitten niet met andere mensen die gewoon, ik zeg maar wat, een vakantietje of zo, weet ik veel, voor zaken naar Peking moeten. Daar komen wij niet mee in aanraking. Dus dat is ook zo veilig mogelijk. En meer dan je best doen kan je niet doen. Nee, precies. Zodat jij in ieder geval ook die vlaggedrager kunt zijn, ja, natuurlijk. Want dat is ook iets hartstikke moois om naar uit te kijken. Als je het hebt over jouw vorm nu, Kjeld. Want 4 jaar geleden hebben we natuurlijk allemaal van kunnen genieten hoe dat ging. Ja. Je hebt dan nu, nou, die blessure valt gelukkig mee. Maar denk je dat je hetzelfde niveau kunt aantikken daar? Beter. Ja? Ja. Echt? En ja. Waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Omdat ik vorige keer heb ik op het OKT toen echt gepiekt. En toen was het bij de Spelen eigenlijk gewoon ietsje minder. Ik reed op het OKT 1.43 laag en op de Spelen reed ik 1.44.0. En nu reed ik eigenlijk de week na het OKT reed ik harder. Ook ten opzichte van de rest die net wat langzamer reed. En ik denk dat het gewoon allemaal nog ietsje beter kan. Ja. En ik moet me op één moment moet ik me nu laten zien. Ja. Ik heb geen 1000 meter, dus ik ga alles geven op die 1500 meter. En ik hoop dat ik nog een gooi kan doen naar het goud. Ja. Dat is mijn ultieme droom. Dat zou geweldig zijn natuurlijk. Nog even één aspect dat we mee moeten nemen. Dat is je laptop, je mobiele telefoon. Want iedereen is toch op zijn hoede. Ook vanuit het NOC, dat daar toch afgeluisterd kan worden, et cetera. Is het nou echt zo dat jij straks je laptop en je telefoon gewoon achterlaat in je huis en daar dan vervangende apparatuur krijgt? Ja, dat, zo gaat het er wel uitzien, ja. Maar ik vind dat, dat is niet zo erg. Ik bedoel, dan moet ik maar even op mijn telefoon een serietje kijken of whatever. Nou ja, dat vroeg ik. Daarbij komt ook, je hebt ook goede beveiliging die je er wel op kan zetten. Je kan een VPN gebruiken en daarnaast heb ik ook niet het gevoel dat ik geheim heb wat mensen niet mogen zien. Nee, de Chinese inlichtingendiensten die zijn niet geïnteresseerd. Nee hoor, kom maar lekker kijken in mijn telefoon jongens. Ik denk, weet je wat het is? Wij hebben ook gewoon nu een Mai 2022 app erop. Daar kunnen ze ook spyware op zetten en daar kijken ze nu al mee. Dus ik vind het sowieso een beetje allemaal overdreven gedoe. Als ze in je telefoon willen, dan komen ze er wel in. Ja, okay. Net als inbrekers. Als ze naar binnen willen, komen ze wel binnen. Precies. Maar goed, je krijgt daar dus wel vervangende apparatuur. Dat lijkt wel zeker. Ja. Oké, nou, dan staat niets een mooie Olympische avontuur voor jou in de weg. Overigens nog een laatste punt. Als het gaat over het Olympische dorp, et cetera, in Peking. Heb je al een beetje een gevoel kunnen krijgen hoe dat er allemaal uit gaat zien? Nee, helemaal niet. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Ik laat het gewoon over me heen komen straks. En probeer er, waar het kan, probeer ik ervan te genieten. En anders wordt het gewoon oogklep op en op naar 8 februari. Goed zo. En we wensen je heel veel succes daarbij. Kjeld Nuis, dankjewel. Thanks.